Paul, het onderwijs gaat weer staken. Het onderwijspersoneel, er moet meer geld bij. Uit mijn hoofd, het nieuwe kabinet heeft iets van 700 miljoen beschikbaar gesteld. En zij vinden dat te weinig. Minstens de helft erbij. Ja. Maar nou is het frappante voortdurend dat er heel veel geld op de plank ligt. Ja. En vooral met het basisonderwijs. Ja. En dat is eigenlijk iets wat al volgens mij al jaren steeds terugkomt. Klopt, het wordt al jaren wordt er geld opgepot. En het lijkt ook op dat dat... Het is niet alleen structureel, maar het wordt ook steeds meer. Hè? Dat is een beetje de teneur van de berichtgeving. Ik denk dat je wel onderscheid moet maken. Kijk, scholen kunnen natuurlijk sparen, bijvoorbeeld voor een nieuw schoolgebouw. Ja. Of voor andere faciliteiten. Dan is het logisch dat je geld op de plank legt om dat na zoveel jaar als spaarpot eraf te halen en dan iets moois er neer te zetten. Dat is één. Maar wat je, dat is niet het enige wat er gebeurt. Er wordt ook gewoon echt geld in een oude sok, zou je haast willen zeggen, bewaard zonder dat daar echt een specifiek doel voor is. En dat vind ik vreemd. Het gaat om substantieel geld. Honderden miljoenen, wordt soms over miljarden gesproken. Wat er ligt op het moment dat scholen ook zeggen richting de leraren, we hebben niet voldoende geld. En de leraren gaan nu weer staken. Er moet meer geld komen voor de salarissen. En er wordt gezegd, dat moet je niet met elkaar vermengen, want dat zijn twee aparte zaken. Maar uiteindelijk, het is geld. Je kan het maar één keer uitgeven. En ik vind het vreemd. Je ziet het niet alleen bij het onderwijs trouwens. Je ziet het ook in de zorg. Ja. Waar een soortgelijke discussie gaande is. Hè, in dit geval over de aanvullende zorgpremie die niet meer te financieren zou zijn op termijn. Dat was een rapport van de Nederlandse Bank. Daar zie je ook de zorgverzekeraars al op bewegen van dan moeten we het misschien anders aanvliegen. Ook die zorgverzekeraars die hebben miljarden. Ja. Miljarden in kas zitten, terwijl ze geen winstoogmerk zouden hebben. Dat noemde de vorige minister reserveringen, toch? Voor slechte tijden. Nou ja, dat kan. En zeker de buffers die ze moeten aanhouden, die zijn aangescherpt. Maar ze hebben inmiddels miljarden meer dan die buffers. En dan ga je je afvragen, waar is dat nou voor bedoeld? En waarom moet er dan een deelpakket, in dit geval de aanvullende zorgverzekering, op de schop, omdat dat deel niet winstgevend is als er zoveel geld is. Je ziet dan een mismatch, dat zie je in de zorg, dat zie je in het onderwijs. En ik denk dat het gewoon heel goed is als de verantwoordelijke minister hier eens naar kijkt of dit wel wenselijk is. Dat er zoveel geld op de plank blijft liggen en ondertussen er maar wordt iets te makkelijk, denk ik, wordt geroepen om meer. Voorop staat, leraren verdienen goed salaris. Maar we moeten ook kijken of dat geld niet al voorhanden is voordat het weer in Den Haag wordt neergelegd van geef ons maar weer meer. Zou je bijna dus pleiten voor een soort van wet, maatregel, net hoe je het wilt noemen, van afhankelijk van wat je op de plank hebt, op basis daarvan krijg je geld, bij wijze van spreken. Of bouw een plafond in aan wat je aan reserves mag aanleggen. Maar wat je niet moet doen is en maar reserves opbouwen. Ja, bedoel, van de rente moet je het ook niet meer hebben. Dus niemand weet waar het precies voor is. Maar Nederlanders mogen graag sparen, dus dat geldt ook voor scholen. Ons benzunig. Ons benzunig. Dus zet het maar op de bank of leg het maar op de plank. En dan ondertussen om meer geld vragen, omdat ze dan zeggen, ja, maar dat is een ander potje. Ik vind dat niet houdbaar.